Nou, welkom bij het webinar De Klimaatbestendige Stad, wat onderdeel is van het project Technasium to the Rescue, droogte-editie, waar 25 Technasia door heel Nederland gaan helpen ons landje klimaatbestendig te maken. En vandaag hebben we een speciale gast, Floris Boogaard. Hij is lector ruimtelijke transformaties en je gaat zo meteen meer van hem zien. Maar eerst een paar praktische zaken. Ik wil je van harte uitnodigen nu en zo meteen vragen te stellen. En dat kan via de Q&A-knop, die zie je onderaan het scherm staan. En dan kun je ook stemmen op je favoriete vraag door op de Q&A-knop te drukken en dan het duimpje omhoog. Nou, ik wil je ook meteen vragen om je schermnaam aan te passen. Misschien zit je met één account met de hele klas, of misschien individueel. Maar als je individueel ingelogd bent, pas dan je schermnaam aan door naar Participants te gaan, onderin het scherm. En daar je naam aan te passen naar je naam, je school en misschien ook de woonplaats. Nou, mocht je praktische vragen hebben of technische ondersteuning nodig hebben, dat er iets met het geluid of de video is, dan kun je een privéchat sturen met de chatknop onderaan het scherm. En die sturen naar technische ondersteuning. Dat is Nienke en die kan je eventueel daarbij helpen. Nou, verder goed om te weten, je hoeft geen screenshots te maken of dat soort dingen. Deze sessie wordt namelijk opgenomen en kun je achteraf terugkijken op de link die je nu in het scherm ziet staan. En dat zal ook achteraf toegemaild worden. Eerst ben ik wel heel erg benieuwd. Ik zie dat we nog niet met heel veel mensen zijn, maar ik ben toch wel benieuwd waar jullie vandaan komen. En je kunt daarop antwoord geven via Mentimeter. Dus pak je telefoon en ga naar menti.com. En gebruik de code die je boven in het scherm ziet staan. Dus ga naar menti.com en voer daar de code in 87214899. En dan kun je een stip op deze kaart zetten. En de stip zetten op de plek die jij klimaatbestendig gaat maken. Dus welke stad ga jij klimaatbestendig maken? Ga naar menti.com en gebruik deze code. En het is handig om daarvoor een tweede apparaat te gebruiken. En we gaan je nog een paar vragen stellen. Dus dan kun je daar makkelijk weer terugkomen. Ga ik even kijken of er stippen op de kaart verschijnen. Ik zie er al eentje. Volgens mij is dat Barneveld. Die hadden we enigszins verwacht. Sowieso mensen uit Barneveld en Ede verwachten we hier. Nou, het ziet eruit dat Gelderland flink klimaatbestendig gaat worden gemaakt. Ik zie daar ook weer, denk ik. Misschien Eindhoven, je mag het ook nog even in de chat zetten hoor, als ik ernaast zit. Nou, nog veel meer mensen in Gelderland zie ik. Amstelveen of is het Amsterdam? Nou, nog wat verder omhoog richting Amersfoort. Mooi, mooi dat jullie er ook zijn. Ja, misschien nog wat mensen uit Groningen? Nee. Nou, ik zie dat de mensen ook met de hele klas zitten te kijken, anders hadden we niet 18 antwoorden gehad. En dat we vooral heel veel mensen uit het midden van het land hebben. Dat is mooi om te zien. Dan gaan we nu ook door. En dan wil ik je introduceren aan onze spreker. En dat wil ik eerst doen aan de hand van een filmpje. En in dit filmpje komen ook drie voorbeelden voor van klimaatbestendigheid, klimaatadaptatie. En ik ga je achteraf vragen welke van deze jou het meest aanspreekt. Dus, hier is Floris Boogaard en een paar voorbeelden van hoe je klimaatadaptatie kunt toepassen. Vet. Ja, dit is ook wel vet hoor. Ja. Vet plantjes. Ja, ja. Heel vet. Ja, precies. Hey Floris. Hey Colin. Hey, mooi. Wat goed. Hoe is het? Ja. De komende tijd duik ik in de wereld van klimaatadaptatie. Ik heb afgesproken met onderzoeker Floris Boogaard op Zernike in de klimaatadaptatieproeftuin. Daar werken studenten, onderzoekers en ondernemers samen aan nieuwe oplossingen voor klimaatvraagstukken. Normaal heb je echt een afvoerpijp, hè, en die gaat meestal de grond in. Ja. Dus dan gaat het naar de riolering en dan wordt het zo snel mogelijk uit het stedelijk gebied afgevoerd. En het jammer is dan dat het water niet vastgehouden wordt. Plus het water wordt niet toegevoegd aan de grond, zoals dat vroeger zou zijn. Dus Hansen studenten, in samenwerking met de gemeente en heel veel partijen, die zeiden, stel nou dat je op de wanden, want daar heb je vaak nog plek, hè, in het stedelijk gebied is het druk, dus je kan niet zomaar een bazin bouwen, maar dat je pijpen bouwt waar je het water in vasthoudt. En dat je het tijdelijk daar bergt en dat als je het nodig hebt,
Ja, jij wil dat kraantje opendraaien, volgens mij. Ja, ik zie jou kijken naar dat kraantje. Ja. Zullen we het doen? Hebben we de participerende journalistiek, hè? Ja. Kijk. Wow! Hey. Ja, hij werkt wel. Ja. Is er nou iets wat mensen zelf wel thuis zouden kunnen gaan doen? Ja, ik denk dat dat wel de kracht is. Want het hoeft natuurlijk niet zo groot en zo uitgebreid. Nee, dit is wel, het kan een stuk kleiner. Kijk, feitelijk is het niets anders dan een regenton. Je bergt het water en je kunt het gebruiken voor je tuin. Dit is licht reflecterend asfalt. Het wordt minder warm. Dus in de zomer kan je hier je hand op leggen en daar zou ik het niet aanraden bijvoorbeeld. Ja, zo'n groot verschil. Ja, dit is echt wel, dit kan bijna gaan smelten. En er zijn ook een paar dingen die je niet zo zien, want heel veel zit ook ondergronds met meetapparaturen. Hier ligt onder een heel groot bazin met circulaire ballen, eigenlijk gemaakt van oude bierkratten en oude tuinstoelen bijvoorbeeld. Dit asfalt laat water door, dus dit is een soort zeer open asfaltbeton, wat ook op snelwegen ligt. En die bollen liggen hier onder, op een heel groot oppervlak, waar het water dan inkomt en tijdelijk geborgen wordt. En vanuit die berging gaat het weer naar de ondergrond toe. Dus het is eigenlijk gewoon een soort ballenbak eigenlijk. Ja, dat is dus om te voorkomen dat het water, als het heel hard regent, dat het dan gewoon splash weg is. Maar ja. Je houdt het hier vast in deze ballen, zeg precies. Maar. Precies, ja. Leuk man, leuk. Kijk eens. Ik kan nog een beetje met voetballen. Dit is doorlatende verharding. Wat je hier ziet aan die stenen, er zit hier een kleine nok. Waardoor de stenen iets verder uit elkaar zijn dan normale stenen. Oh ja. En er zit wat doorladende materiaal tussen. Dit soort steentjes, zeg maar. Ja, dus dit laat meer water door dan een normale straat. Dus het zijn verschillende oplossingen waar we verschillende testen doen. En dan tijdens testen met studenten zetten we dan hele delen onder water. En dat doen we dan elk jaar. En dan kijken we hoe snel dichtslimming plaatsvindt. Dus de effectiviteit van dit soort verhardingen. Ja, dus je bent hier die verschillende manieren aan het testen. Om dan, uiteindelijk hoop je dan met die resultaten iets super vets te vinden. Wat ook echt gewoon geïmplementeerd kan worden in de steden. Ja, dit is ook wel vet hoor. Ja, vet plantjes. Ja, ja. Heel vet. Ja, precies. Dat is een voorbeeld van hoe je kan bouwen ook met natuur. Ja. En dit is ook leuk voor biodiversiteit natuurlijk. En je ziet er ook van de binnenkant weer het stro, hè, wat een natuurlijk materiaal is, dus dat heeft geen afval. Het zou een heel tof bushokje zijn dit. Ja. Toch? Ja, ja, dat is toch prachtig. Ja, je ziet hier ook wel eens vlinders en bijen en ik word daar blij van. Maar, ik ook, ja, tuurlijk. Ja. Ik denk een hoop mensen daar gelukkiger van worden. Dus de leefbaarheid in de stad gaat ook omhoog. Ja, dat zie ik helemaal zitten, ja. Je kan gewoon hier komen om kijken te nemen, toch? Ja. Ja, je mag hier vrij het terrein op en ik zou zeggen, ja, kom hierheen. En ik hoop ook dat bewoners van Groningen, studenten geïnspireerd raken, bedrijven die denken, ja, ik heb ook een heel mooi product die ik hier wil etaleren. Ja. Dat we hier echt een levendig gebied van maken. Ja man, ja. Nou, ik ben in ieder geval geïnspireerd, Floris. Super, kom nog eens terug. Ja, absoluut, super tof. En ook jouw enthousiasme en passie werkt ook wel aanstekelijk. Ja, dat is ook mooi, ja, een mooi vakgebied toch? Ja, 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 ja. Nee, maar dat werkt goed. Dat leuk. Is, leuk om te zien man. Groningen op social. Nou, dat was al even een voorproefje van Floris. En hij gaat zo meteen nog veel meer voorbeelden uit de kast doen. Maar voordat we doorgaan naar Floris, misschien nog een vraag aan jou. En ik zie dat er inmiddels ook wat nieuwe mensen bij zijn gekomen. Je kunt antwoord geven op de Mentimeter door naar de link boven in het scherm te gaan en de code in te voeren die je daar ziet staan. En het is handig om hier een tweede apparaat voor te gebruiken, zodat je nog kunt zien wat er op het scherm gebeurt. En geef dan aan, welke oplossing uit het filmpje spreekt jou eigenlijk het meeste aan? Is dat het waterbergende groene dak? Daar staat dal, maar dat moet zijn dak. De waterbergende muur? Of is dat de waterbergende weg? En Floris, ik moet zeggen, ik ben wel echt onder de indruk van jouw voetbalskills.
Dat kan ik me voorstellen, ook al heb ik nooit echt goed gevoetbald. Maar gelukkig hebben ze dat fragment eruit genomen waar ik net lijkt alsof ik heel goed kan voetballen. Ja, precies. Hoe heet dat ook alweer? Het heet geen panenka, maar in ieder geval, het zag er indrukwekkend uit. Misschien heeft het ook te maken met mijn eigen vaardigheid, hoor. Nou, ik zie dat er heel veel mensen aangesproken zijn door de Waterbergenweg. En ik kan niet uitsluiten dat dat te maken heeft met jouw voetbalkunsten. Nou, zoals gezegd, er komen nog veel meer voorbeelden voorbij. En ik kan wel stellen dat Floris een van de meest vooraanstaande experts is op het gebied van klimaatadaptatie in de stad. Dus Floris, kun jij ons meenemen? Ja, zeker, zeker. En dat doe ik graag natuurlijk. Dus bedankt ook dat ik hier iets mag komen te vertellen in ieder geval. En leuk dat jullie er allemaal zijn. Misschien Floris. Ja. Aan iedereen die nu kijkt, je kunt dus vragen stellen via de Q&A-knop onderaan. Ik zie veel chats binnenkomen, maar stel je vraag vooral via de Q&A-knop. En dan kun je ook op het duimpje drukken als je een vraag omhoog wil stemmen. Dan geef ik hem weer aan jou, Floris. Ja, perfect. Ik zal even wat plaatjes laten zien erbij. Dat werkt altijd iets beter. Nou, even in het kort. Ik ben Floris Boogaard. Ik ben lector bij de Hans Hogeschool helemaal in Groningen. Dat is eigenlijk een soort praktijkprofessor. En daarnaast werk ik ook bij Daltaris, een consultantsbureau dat heel veel over de hele wereld doet. Dus ik laat jullie ook wel plaatjes zien van projecten internationaal. Dus niet alleen in Nederland. En ik werk ook bij het Global Center of Adaptation. Dat is eigenlijk ook een organisatie die heel veel doet om internationale kennis op klimaatadaptatie uit te wisselen. Nou, en ik werk dus in Groningen, maar ook in Delft en ook in Rotterdam in dit geval. En als de dijken doorbreken, dat weten jullie waarschijnlijk, wij wonen voor een groot gedeelte, onder de zeespiegel, dan heb ik geen baan meer eigenlijk, zoals je hier ziet. Ook al zijn heel veel mensen slim hier volgens mij, uit Amersfoort en Ede en dergelijke, dus jullie wonen wat hoger. Dus ze zijn al voorbereid. Dat is stap 1 van klimaatadaptatie, zou ik bijna zeggen. Dus mij is gevraagd om even iets te vertellen over ook wat is het probleem. Ongetwijfeld heb je daar veel al over gelezen en er kwam al iets naar voren in het filmpje. Maar wat is het probleem? En het leek mij in ieder geval erg leuk, ook samen met Bart, om te kijken naar oplossingen. Daar de focus neerleggen. Wat kun jij zien in je eigen omgeving bijvoorbeeld al en in jouw buurt? En daarna laat ik je ook zien hoe je dat zelf kan opzoeken of hoe je daar onderzoek naar kan doen. Dus ik hoop dat dat lekker interactief wordt. Maar eerst, waar hebben we het eigenlijk over? Waarom moeten wij filmpjes maken zoals we net gezien hebben? Nou, het zou je niet ontgaan zijn op het journaal bijvoorbeeld dat we steeds hevigere buien krijgen. Het klimaat verandert echt. Dat betekent het wordt warmer eigenlijk. Er is meer plaats voor regen bijvoorbeeld in de lucht dan. En dan kan het zijn, zeker in zomers, dat je buien krijgt die we nog nooit hebben gezien. En dat komt ook op veel plekken voor. Hier zie je wat foto's en ook soms wat ander weer. Hagelstenen, zo groot als tennisballen die door kassen heen gaan, zoals je hier ziet. Dus, en ongetwijfeld heb je dus wel meegemaakt en je denkt van, oh jee, nu staat mijn straat onder water. En soms is dat een beetje water, kan best wel leuk zijn, maar soms gaat het ook de huizen binnen. En dan veroorzaakt dat heel veel schade. En aan de andere kant, waar je misschien wat minder over hoort, is dat we langere periodes krijgen dat het niet regent. En dat is ook heel schadelijk voor Nederland. In de zin dat 2018 was een van de droogste jaren die we ooit hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan? Nou ja, er staat geen water bijvoorbeeld meer in watergangen. Dus we hebben geen scheepvaart of het wordt moeilijker. We hebben oogsten, de landbouw krijgt te weinig water. En daardoor kunnen heel veel voedsel komt niet meer op ons bord terecht eigenlijk. Maar ook de grond gaat inklinken. Iets wat meer mensen wat niet weten, schade aan infrastructuur. Je krijgt scheuren bijvoorbeeld. Of wij hebben dijken, zoals ik net al even liet zien. En als dijken heel droog komen te staan, dan kunnen ze zelfs ook gaan scheuren. Zoals je ziet hier rechtsboven op dit plaatje wat gebeurd is in Wildnis. Dus het kan ook echt bedreigend zijn daarvan. En dan hebben we ook nog hogere temperaturen, noemde ik al. Enkele van jullie denken, dan hoef ik niet meer op vakantie. Lekker warm. Maar soms wordt het te hoog. En met name voor misschien de oma's en de opa's die je hier heerlijk in zo'n badje ziet zitten, die wat minder bestand zijn tegen hitte. En ook heb je ongetwijfeld wel eens meegemaakt dat bruggen nat gehouden worden, omdat het meer uitzet als het warmer is bijvoorbeeld. Dus de infrastructuur in de steden hebben er ook last van. En soms zelfs strooien we zout op asfalt in de zomer. Dan denk je van oké, dat is toch alleen in de winter. Maar dat is om te voorkomen dat asfalt smelt. Dus er is een hoop aan de hand. Dat zijn er even drie die ik eruit gepakt heb. En hier zie je nog een heel overzicht over overstromingen.
De droogte die ik noemde, ook de hitte. Maar ook wat andere dingen die gebeuren door hogere temperaturen. De waterkwaliteit wordt slechter. Dus vaak als jij wil zwemmen op een recreatieplas zie je blauwe alg staan of dat je niet mag zwemmen. Dus de luchtkwaliteit gaat ook naar beneden. Nou, dat zijn dingen waar we in Nederland heel veel mee bezig zijn en voorbeelden van laten zien. Maar natuurlijk ook in het buitenland. Ik vertel even dat ik veel in het buitenland doe. Daar kan het soms een tandje erger. Daar gaan ook een hoop mensen aan deze verschijnselen overlijden bijvoorbeeld. Dus dat is best wel iets waar we echt een hoop aan moeten doen. En een kort plaatje van steden. Misschien zijn jullie er wel eens geweest, maar dit zijn de verre steden die ik even laat zien. São Paulo in Brazilië en ook New York. Nou, ook al ben je er niet geweest, weet je dat één grote betonnen jungle wordt het wel genoemd. Daar zit bijna geen groen. En dat heeft tot gevolg dat het nog warmer wordt, want beton is warmer dan als je er een boom neerzet. Een boom heeft ook nog schaduw bijvoorbeeld. Het water komt niet meer de grond in. En dat zijn problemen die we hebben bij grote steden. En als we kijken naar klimaatadaptatie hebben we ook nog een verschijnsel dat we steeds met meer mensen komen wonen op de wereld. En dat betekent dat we steeds meer gaan bouwen en steeds meer tegels aanleggen. En steeds meer water komt op die tegels en gaat naar de lagere delen in de stad. En daardoor krijg je steeds meer wateroverlast bijvoorbeeld. En misschien een paar plaatjes. Links is een straat in Amsterdam. En Bart kent die straat misschien. Daar staan de bomen die zoeken echt het zonlicht omdat er gewoon steeds meer gebouwd wordt bijvoorbeeld. En rechts zie je een boom die is geasfalteerd. Het lijkt soms dat wij in het stedelijk gebied alles dicht willen maken, dat het water niet meer de grond in kan. Op deze plaatjes zie je dat mooi. En een paar kunstenaars hebben eigenlijk een beetje aangegeven wat we misschien moeten gaan doen. En dat is de straat weer openbreken. En misschien grasvelden weer gebruiken, dat het water daar tijdelijk kan staan en de grond in kan. En op deze manier hebben zij in ieder geval gevisualiseerd wat misschien onze opdracht is voor ons allemaal hier. En een paar voorbeelden misschien om even te starten, want we willen straks ook wel van jullie horen wat jullie mooie voorbeelden zien. Ik vond het al heel leuk om te zien wat de Waterberg in de weg is, hoeveel aandacht dat geniet. Nou, hier zie je misschien de groene muur. Ja, Bart. Misschien ook goed om te noemen, er is een vraag binnengekomen, daar komen we denk ik zo meteen op terug, nadat jij de voorbeelden hebt toegelicht. Maar misschien ook voor jullie die aan het kijken zijn, mooi om mee te nemen. Al die voorbeelden die je nu zo ziet langskomen, kijk of je zo kunt opschrijven welke in jouw stad of in de buurt van jouw school van toepassing zouden kunnen zijn. Want je krijgt dit natuurlijk allemaal achteraf ook mee, hè? De slides en de opnames, dus dan kun je dat mooi integreren in je oplossing. Floris, neem ons mee. Okay. Ja, precies. En wat ik leuk zou vinden, we hadden net ook een kaart, hè, net. Dus ik wil jullie straks ook wel even meenemen om eens te laten zien of er misschien al wat ligt. Of ik misschien al een voorziening ken in bijvoorbeeld Ede of Amersfoort. Dat lijkt mij heel erg leuk. Nou, hier zie je een paar voorbeelden. Daarbij misschien belangrijker is dat jullie in ieder geval nu, na deze hele korte presentatie, al weten dat het klimaat verandert. En dat is de eerste stap. We moeten daar ook aan gaan wennen. Jullie moeten weten dat het vaker voor gaat komen dat er water op de straat zit. Ik heb nu even wat plaatjes dat we heerlijk zwemmen op straat en met rubberbootjes door de straat heen gaan. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar jullie kennen de achtergrond. Het kan steeds meer. Als het nog echt iets hoger komt, dan gaat het de huizen in. En dat is wat minder leuk bijvoorbeeld. Dus samenvatting van deze eerste deel eigenlijk. Weet dat het klimaat verandert. Wateroverlast, hittestress, dus hogere temperaturen. En droogte is waar we in Nederland in ieder geval het meest zorgen over maken. Het zou heel mooi zijn om met jullie wat oplossingen daarvoor te gaan bedenken. Een van deze drie wat zeg maar vooral voor gemeenten het meest prangend is? Ja, van deze wordt de meeste aandacht eigenlijk besteed, bijna in de volgorde waarop ze hier staan. Wateroverlast heeft het meeste directe schade. Oftewel, dat raakt mensen natuurlijk gelijk, want het water gaat naar binnen. Droogte en hittestress zijn eigenlijk een beetje, het worden wel sluipmoordenaars genoemd. Droogte komt niet elk jaar voor, bijvoorbeeld. 2018 was erg droog, maar we hebben gelukkig de laatste jaren niet zulke droogte meer meegemaakt. En de processen, de schade aan de infrastructuur gaan heel langzaam. Ja. En hittestress is een warme periode. Vaak enkele dagen met temperaturen boven de 30 graden. Het gekke is, dan hebben we het even warm. Maar als het weer kouder wordt, zijn we dat ook weer heel snel vergeten. Ja, precies. Eigenlijk gemeenten, want we werken nu voor deze opdracht allemaal voor gemeenten in principe.
Ja. Die zullen het op prijs stellen als we deze prioriteit ook aanhouden, zeg maar. Erkennen dat wateroverlast het meest belangrijk is. Ja. Precies. En het mooie daarvan is wel, en dan gaan we ook even naar oplossingen. Het vergroenen van de stad is een oplossing eigenlijk voor al deze drie. Dus voor wateroverlast, wij gaan weer ruimte maken dat water in groen kan infiltreren. Hè, dat het weer naar de grond toe gaat bijvoorbeeld, en tijdelijk wordt vastgehouden. Hittestress, als je meer groen hebt, bijvoorbeeld bomen, krijg je meer schaduw, maar ook meer groen, gaan de temperaturen in de stad ook omlaag. En droogte, omdat het water vastgehouden wordt en langzaam infiltreert, krijg je minder droogte. Dan houden we het water langer vast in de stad. Dus vandaar dat ik die er ook even uitpak. Hè, vandaar het groene dak, maar je hebt ook de waterbergende weg, wat minder groen is. Maar toch worden dat groene infrastructuur genoemd eigenlijk. Dus leuk hè? Nou, we hebben wat filmpjes gezien. Ook sowieso, je krijgt deze PowerPoint-presentatie. En daar staan ook wat links bij als je meer wil zien. Zal ik nog even wat creatieve voorbeelden laten zien? Of moeten we even naar een vraag, Bart? Ja? Ik denk, misschien wel goed om inderdaad ook even nog naar een vraag te gaan. Maar ook tussendoor, ik denk dat we iets langer doorgaan dan tot 11:15. We komen nu tot het punt dat we echt de oplossingen gaan uitlichten. Dus ik vermoed dat we zo tot 10:50, 10:55 doorgaan. Dus dan weten jullie dat. Mocht je echt niet door kunnen gaan tot 15:15, dan kun je het later natuurlijk terugkijken. Ja, de vraag die ik hier krijg, die ik wel interessant vind, die is van Thijs. Dankjewel, Thijs. Of er een specifiek stappenplan is of een aanpak die voor gemeentes van toepassing is. Ja, dat is een hele goede vraag, Thijs. Een specifieke aanpak is dat je, we noemen het wel weten, willen, werken. Of in het Engels is dat analyze, ambition en action. En eigenlijk is het stappenplan dan, eerst ga je goed kijken in het stedelijk gebied, wat we hopelijk met jullie ook gaan doen. Wat is er al? Of wat zou kunnen? En daarna gaan de gemeentes kijken van oké, we hebben nu heel veel plannen, maar we hebben maar beperkte ruimte of we hebben beperkte budget. En dan maken ze een plan, waar moet je bijvoorbeeld eerst aan de slag? Hè? Waar staan de woningen altijd onder water bijvoorbeeld? Daar zit de grootste schade, dus daar moeten we aan de slag. En dan gaan we naar actie, dus het werken. Dus gaan we dingen vergroenen. Bijvoorbeeld zoals hier zie je wat creatieve voorbeelden. Waarom is een tramrail bijna nooit groen? Hè? Dan kan het toch water opnemen bijvoorbeeld. Of waarom zijn rotondes, zoals je hier rechts ziet in de Winschoten, waarom zijn die altijd bol? Waarom worden er niet hol gemaakt zodat je het water kan bergen? Ja. En dat soort creatieve oplossingen die zitten dan bij werk. Dus dat is een soort stappenplan, noemen ze dat. Oh ja. En wat duurdere woorden zijn voor de eerste, dat zijn stresstesten. Ga je met modellen aan de slag en heel veel rekenen. En daarna heb je risicodialogen. En dat betekent dat je naar de plekken in de stad gaat waar het prioriteit ligt, waar de grootste zorgen liggen. En dan ga je met heel veel mensen ga je werken aan oplossingen. En, misschien een paar oplossingen. Hè? We zagen de waterwall al. Dit is bedacht door studenten overigens. Dat vind ik echt fantastisch om water te bergen. Het leuke daarvan is, dat kan je ook zelf. Hè? Er zijn ook mensen die dat dan zelf doen. Dus zo'n idee kan een plantje, een zaadje planten en heel mooie dingen gebeuren. Ik vond deze nog even leuk. Dat heeft weinig met klimaatadaptatie te maken. Maar dit is in Duitsland. Een kunstenaar die heeft bedacht dat als het water van de gevel door pijpen heen stroomt, dat het geluid maakt. En als je daar staat, hoor je muziek. En elke bui is anders. Dus je krijgt steeds een andere symfonie. En als je zoekt naar deze, en ik kan je straks heel kort even laten zien waar je dit soort voorbeelden kan vinden. Volgens mij is het best aanwezig dat die pijpen binnenkort aan een aantal scholen komen te hangen. Dat lijkt mij geweldig in ieder geval. Ja. En elke constructie is anders. Dus dan krijg je andere buien. En dan krijg je, dan kunnen we heel mooie muziek gaan maken. En het leuke is dat mensen, als het regent, gaan ze daarheen. En gaan ze allemaal opnames maken. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik zit even te denken, want ik kan heel veel voorbeelden laten zien. Maar misschien is het ook leuk. Dit zijn groene muren bijvoorbeeld. Dit vind je in je eigen omgeving waarschijnlijk. Dit is, mijn zoon is 15 jaar. Die woont wonen in deze flat. Dus dan zie je ook wat groene daken hier bijvoorbeeld ontstaan. Dan kun je afvragen, doet dit nou wat? Dat is wel erg klein. Maar ik wil jullie straks wel even laten zien. En misschien kan ik dat nu even doen. Zal ik jullie eens meenemen naar een kaart? Want dit kunnen jullie in ieder geval goed gebruiken. Want ik kan me voorstellen dat misschien sommige mensen toch over 4 minuten weg moeten. Dus als het goed is, zien jullie nu een mooie kaart, hè?
Ja, we zien een mooie kaart. Climatescape.nl. Precies, .nl. Nou, stel nou, je zit in de wereld en je vindt het leuk om eens naar een wereldkaart te kijken waar al die voorzieningen ligt. Of waar zit ik nou allemaal? Dan zie je hier een kaart met meer dan 7000 klimaatadaptieve voorzieningen. En meer dan 5000 zijn gemapt door iedereen. Citizen Science heet dat, dus oftewel jullie eigenlijk. En ik ben natuurlijk zo iemand die dat leuk vindt om dan naar Ede te gaan of naar Barneveld of naar Amersfoort om te kijken wat ligt er nou eigenlijk in jullie omgeving. En dan zie je hier een legenda. En we zagen net al bijvoorbeeld een groen dak. Nou, daar kun je op drukken. En dit zijn allemaal dingen die mensen belangrijk vinden voor klimaatadaptatie. Dus stel, ik druk op dat groene dak. Nou, dan kun je kijken van, joh, hey, dit zijn allemaal groene daken. Je ziet ook dat het verspreid over Nederland, dat er heel veel groene daken liggen. Het is maar net wat iemand erop zet. En ik ga even kijken, waar zullen we eens heen gaan? Kijk, in Barneveld ligt bijvoorbeeld, hopelijk ligt daar wel een groen dak, maar zien we nu niet. Dan ga ik even kijken wat er bijvoorbeeld wel ligt. Hè? Want er zijn mensen uit Barneveld, hè, geloof ik. Die zag ik denk ik wel. Dat zag ik net de stipjes verschijnen, ja. Precies. Dus als het goed is, komt Barneveld nu in de picture. Hij is een beetje traag, zie ik. Ja, kijk, Barneveld. En nou ben ik daar wel eens geweest, maar nou weet ik dat jullie school van degene in Barneveld hier ligt. Internet is een beetje traag. Maar je ziet dus dat in jouw omgeving ook best wel wat dingen liggen. En laten we eens even kijken wat daar ligt. Hè, en dit kun je dus ook doen in Amersfoort. En dat kan je ook doen in Amstelveen, waar ik woon. Of, en kunnen zij zelf ook hun ontwerp hierop toevoegen? Als het project klaar is? Of als ze iets hebben gespot wat er nog niet op staat? En dat lijkt me ook heel erg leuk als jullie dat doen. Dus dat kan ik ook even doen, dat ik het jullie even laat zien hoe je dat kan doen. Dit is bijvoorbeeld wat iemand erop heeft gezet. Dat, volgens mij ben ik dit niet. Oh, er is in ieder geval een school. Dat is niet jullie school. Maar waar het water wordt gebruikt en bij een beek zit. Dus dat is deze school bijvoorbeeld. Ik zie er geen foto's. Ik zag er wel foto's bij. Even kijken. Kijk, dit is die school. Van het water, in ieder geval wordt opgevangen en naar een beek. Het zijn niet de mooiste foto's, zie ik. Maar op deze manier kun je dus al kijken wat is er. En het lijkt mij heel erg leuk om met jullie de stad in te gaan vullen. Als ik bezoek goed begrijp, kunnen projectgroepen hier inspiratie halen, maar ook toevoegen. En is dat voor de hele wereld inzichtelijk. En dus kunnen ook in het buitenland kijken bijvoorbeeld, wat daar gebeurt. Precies, ja. Dat maakt het leuk. En ook, als je, want dat heb ik eigenlijk nog niet benoemd. Kijk, dit is bijvoorbeeld in Barneveld. Dit is een laagpunt wateroverlast in Barneveld. Ah, dus daar moet een probleem worden opgelost. Dus ook dit, hè, als je filmpjes vindt, of daar moeten we aan de slag. Ja. Hè, dit kan je gewoon vinden. En ik ken Barneveld niet zo goed als jullie, maar je ziet wel van, oké, als het echt nog harder gaat regenen, gaat het hier de woning in. Ja. Dus op deze manier kun je ook Al jouw kennis wat je hebt, of je ouders, of wie dan ook, kun jij dit vastleggen. Want dit kun je zelf. Ik kan je ook even zien, als je iets wilt toevoegen. Ik zal even, dan moet ik even inloggen. Dus als je dat wil, dan moet je je even opgeven op de website. En dan vul je je naam in en een wachtwoord. En dan kun je hiermee aan de slag. En dan krijg je hier bijvoorbeeld project. En dan krijg je een hele lange lijst van projecten waar je ook in kan zoeken en waar je je voordeel mee kan doen. Hè? En dan kun je zeggen, ik wil een nieuw project toevoegen. Ja. En dan, wat zullen we doen? Zonnepanelen, want jullie hebben vast wel op jullie school zonnepanelen, toch? Ja. Misschien is het omwille van de tijd, Floris, goed idee. Volgens mij kunnen ze hiermee het verder uitvogelen. En dat we nog even wat gaan inzoomen op die oplossingen. Bijvoorbeeld, hè, wat een wadi is, dat is misschien wel interessant om nog even op toe te lichten. Ja, klopt. Ja, zou ik dat even wat creatieve... maar er zijn heel veel oplossingen. Ik pak hem hier even op. Dan laat ik er even een paar zien, want we hebben ook nog een vraag, hè, Bart? Zeker. Dat is in ieder geval mooi om mee te eindigen ook. Kijk, hier zie je, en je krijgt deze presentatie, hier zijn heel veel verschillende voorstellen, wat je kan doen voor droogte, hitte en wateroverlast. Dus dit kan je gebruiken, dat kan ik ook aan de scholen aangeven. En
Loop eens door je omgeving heen en dan zie je speelplaatsen waar water in geborgen kan worden. Of deze omgekeerde rotonde bijvoorbeeld, dus een hele fietsvelden. Dat zijn planten die water vasthouden. Soms geveltuintjes, dit is in Amsterdam waar je wat minder ruimte hebt bijvoorbeeld. Je ziet water op daken wat geborgen wordt. Je ziet, dit heet waterpleinen. Als het heel hard regent, gaat dit hele waterplein onder water staan bijvoorbeeld. Dus je ziet dat je ontzettend veel kan doen in het stedelijk gebied. En dit zijn, ik liet net ClimateScan zien, dit is de top 16 van meest bekeken projecten in Nederland. Dus dat geeft misschien aan, ook al is het citizen science en het is maar net wie erop klikt, maar het geeft wel aan wat is populair, waar gaan mensen, waar wordt gemeente of een maatschap blij. Dus dit kan je ook gebruiken, zeggen van nou ja, dit is zo'n speeltuin waar water in geborgen kan worden, wat nog leuk is ook. Ja, het staat op nummer 1, dat zou best wel een reden kunnen zijn dat jij het ook leuk vindt daarbij. En die kun je allemaal terugvinden dus op ClimateScan. Dus je kunt daar ook sorteren op populairheid. Ja, populariteit. Ja, precies. Ja, en sowieso als het op ClimateScan staat, staan er meer dan 10 voorbeelden van die categorie staan erop. Dus ja, dan kun je ervan uitgaan dat het veel wordt gebruikt. Dus nou, en hier zie je nog even, dit is ook een zandbak zou je kunnen zeggen, waar water in geborgen wordt. Nou, mooie groene, dus er zijn heel veel voorbeelden. Maar we hadden eigenlijk ook een vraag, ook aan jullie nog even, met de Mentimeter. En dat is deze vraag, welke spreekt jou nou het meest aan? Het lijkt ons heel leuk om dat te horen. Juist. Dus mocht je nog niet zijn ingelogd op de Menti, want er zijn nog meer mensen bijgekomen. Bovenin het scherm zie je hoe je in kunt loggen. Dus ga naar menti.com en gebruik de code 87214899. Staat bovenin. En geef dan aan welke klimaatadaptieve oplossing die Floris zojuist in vogelvlucht langs is gegaan, spreekt jou het meeste aan. En je kunt dat zo in een paar woorden aangeven. En die woorden die het grootst worden, die zijn dus het vaakste ingegeven. Nou, de wateropnemende weg blijft te populair. Dat je er met die ballen kunt voetballen, blijft natuurlijk ook wel een mooie, unique selling point. Water is gaan leren voetballen. Waterplein. Ja, meer groen, minder beton. Dat is natuurlijk ook gewoon mooi, hè? Een holle rotonde. Ja. Wat goed, ja. Nou, genoeg, ja. Volgens mij is er genoeg inspiratie meegenomen uit de voorbeelden die je noemt, Floris. Ja. Zegt, die kun je natuurlijk gewoon op je gemak ook nog even terugkijken. Misschien ook wel een mooi moment om even een vraag te stellen. Want iemand, het is een anonieme deelnemer, die vraagt wat voor materialen zou u aanraden? Misschien kan ik die doorvertalen naar, wat zijn de... Misschien de top 3 materialen die het meest geschikt zijn voor klimaatadaptatie en welke moet je misschien juist vooral vermijden? Ja, ja, met materialen bedoel je denk ik constructiematerialen om iets te bouwen. Hè? Juist. Nou, om een heel algemeen antwoord te geven, het mooiste is bouwen met de natuur. Mm-hmm. Want als we materialen gebruiken, hebben we ook gelijk afval. Hè? Net zoals beton of een grijze rioolbuis of een plastic drain of alles wat je kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld een wadi is een voorbeeld waar we gewoon een grasveld verlagen, waar het water in kan staan en langzaam infiltreert. Mm-hmm. Dus als wij natuurlijke materialen kunnen gebruiken, heeft dat vaak de voorkeur. Ook heeft het vaak de voorkeur dat we dingen kunnen zien. Wat klimaatadaptatie is. Want we kunnen waterbergende wegen, hè, als je weinig ruimte hebt, is het heel slim om onder wegen iets te bouwen. Maar het betekent ook dat we niet zien wat er gebeurt. Of ze wel goed functioneren bijvoorbeeld. En ja, vaak heeft de gemeente of een waterschap heeft meer kennis nodig of is het wat lastiger om te zien wat er ondergrond gebeurt en ook dat te onderhouden. Mm-hmm. Dus één is, waterspeeltuinen kun je van natuurlijke materialen bijvoorbeeld gebruiken. Maar goed, als dat niet kan, je hebt wat minder ruimte, je moet naar de ondergrond, dan ga je meer naar materialen die bijvoorbeeld, zoals ik net noemde, dat is meer dan de plastic, PVC-buizen en echt beton bijvoorbeeld. Dus dat is een hele globale volgorde. Ja. Nou, mooi, ik denk dat we daarmee verder kunnen. Ik kijk zo naar de tijd. Ik denk dat we binnen nu een paar minuten wel af moeten ronden, Floris. Ik stel voor dat we misschien van jou nog wat afrondende dingen die je ons wilt meegeven en dat we dan nog een paar vragen beantwoorden en dat we daarmee afsluiten. Ja,
Nou, dat doe ik even zo, hè? Anders kost het weer een hoop tijd. Misschien. Wacht even. Ik laat toch nog even wat laatste woorden. Kijk, belangrijk is natuurlijk, als je hiermee begint, is dat je weet waar het over gaat. En sommige termen gooi ik er nu even zo in. En ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt om daar meer over te weten. Dus ik geef je in ieder geval nog wat meer informatie, Bart en ik en de consortium. Wat is een WADI bijvoorbeeld? Er zijn korte filmpjes waarbij je meer info krijgt, dus wat je kan gebruiken. En dat is allemaal internationale projecten, dus er zit ook nog Engelse ondertiteling bij bijvoorbeeld. Dus dat is erg leuk. Wat ik ook misschien leuk vind om jullie mee te geven als laatste is, je kunt het aanleggen, maar we moeten ook goed kijken of het functioneert. Net gingen we bijvoorbeeld even naar Barneveld toe. Daar liggen wadi's, zag ik op de kaart. Ga daar eens heen en kijk ook eens even, want sommige liggen daar al 10 jaar. En dat is een heel goed signaal. 1. De gemeente heeft het waarschijnlijk al aangelegd. Dus het is, denk ik, vindt de gemeente dat interessant. Dus de kans is groot dat zij dat weer willen doen. Dus misschien kan je plekken dan vinden voor wadi's bijvoorbeeld. En ook als het al 10 jaar ligt, nou, hoe ligt het erbij? En dit is een filmpje van onderzoek wat ik doe. En dat vind je terug op sommige plaatsen op ClimateScan. En dan hebben we ook onderzoek gedaan hoe snel dat water bijvoorbeeld zakt. En dat is heel erg mooi, denk ik. Dus het laatste wat ik misschien mee wil geven. Dit zijn Climate Cafés. Kun je ook vinden op het net. Ik zet zo wel even een ding in de chat. Over heel Nederland doen we dit soort proeven. Ook naar de Waterberg en de Weg. Functioneert dat nog na 10 of 15 jaar? Of wat moeten we daar misschien aan doen? Dus dat wil ik jullie even meegeven. Ik hoop in ieder geval echt dat jullie ClimateScan gaan gebruiken. Ik ben dol en heel veel andere mensen in Nederland die met klimaatadaptatie bezig zijn. Ik vind het geweldig om te zien wat er allemaal in Nederland eigenlijk al ligt en of dat functioneert of niet. En ik hoop dat we hiermee ook hele creatieve ideeën zoals de Waterberg en de Muur. En soms word ik aangenaam verrast op ClimateScan. Bijvoorbeeld door mensen die onder een trampoline een gat hebben gegraven en dan de regenpijp daarin loslaten. En dan onder de trampoline kan het water dan ook de grond in. En dan denk ik, ja, de vraag, wat voor materialen heb je nodig? Soms heb je heel weinig nodig. En dat zijn juist de hele creatieve voorbeelden waar de gemeente ook heel erg blij van wordt. Dus ik hoop dat we dat soort, je kunt het zelf voorbeelden, dat we die veel kunnen krijgen. Dus zal ik hem hier even stoppen? Dat is van de tijd. Klinkt ook goed. En begrijp ik het goed dat, en misschien wat ook wel goed is om mee te geven, en dat laat jij eigenlijk al een beetje doorcijpelen, Floris, is dat gemeenten duurzaamheid vaak heel belangrijk vinden. Dus dat is ook nog een reden om die natuurlijke materialen te gebruiken of bestaande materialen een nieuwe functie te geven. Ja, of recycled materiaal. Juist, ja. Ja. Daar krijg je zeker bonuspunten voor. Begrijp ik het ook goed, hè? Want als onderdeel van het Technasium-project en een goed product moet je een onderzoek uitvoeren. Begrijp ik het goed dat via Climate Café we ook inspiratie kunnen halen om goede onderzoeken te doen? Precies, daar bij een Climate Café. En als je naar de website gaat, nieuws, zie je meer dan 50 locaties waar het gedaan is. Een paar in het buitenland. Maar één recente is bijvoorbeeld in de Zwolle regio. Daar zie je overal filmpjes van hoe wij het onderzoek hebben gedaan, wat de resultaten zijn. Dus daar kun je inspiratie uithalen, want dat is met gemeentes en waterschappen. Dus ik denk dat je daar heel veel inspiratie kan halen. Wat moet je onderzoeken? Hoe kan je het onderzoeken? Wat zijn de resultaten? Wat kan ik bij mij verwachten? Dus ik hoop dat dat inspiratie geeft. Ja. Mooi. Ik wil eindigen met twee vragen. Eentje is volgens mij meer ludiek en de andere kan misschien mooi een essentie van waar jouw passie nog het meest ligt halen. De eerste is van Jens. Dankjewel voor deze vraag. Hij is benieuwd of je ook vissen kunt laten zwemmen in die waterdoorlaatplekken. Is er leven in het vijvertje, want we willen iets leuks met water bouwen. Is dat een goede... Kan dat wel of is dat uitgesproken? Vind ik fantastisch, Jens. Dat moeten we ook zeker doen. Niet in een wadi overigens, want die staat maar 7% van de tijd staat er water in. Dus dat zou die vissen vast niet zo leuk vinden. Net zoals waterpleinen en andere, dat is tijdelijk dat er water in staat. Maar bijvoorbeeld helofietenvelden, daar staat altijd water in. En vissen kunnen ook een hele goede bijdrage leveren aan onder andere waterkwaliteit. En ook misschien muggen. Ze eten muggen op bijvoorbeeld. Dus ik zou dat zeker doen. Ja. Mooi. En dan de allerlaatste vraag van Gijs. Dankjewel voor deze vraag, Gijs. Hij vraagt, wat voor maatregelen hadden jullie zelf op bedacht tegen wateroverlast? En die zou ik willen doorvertalen naar Floris. Wat is op dit moment voor jou het meest inspirerende voorbeeld van wateroverlastbestrijding en waarom? Ja, ik denk... waar? Oh ja, echt een locatie. Mm-hmm.
Ik denk dat ik dan naar het buitenland ga, toch? Om jullie ook wat inspiratie te geven. Ga ook zeker buitenland kijken. Kopenhagen heeft in 2011 een ontzettende grote bui gehad die wij in Nederland nog niet gehad hebben. En daarna zijn heel veel inspirerende voorbeelden geweest. En er is een locatie, dat heet een plein, is dat. Dat heet Thyssenplatz. En daar dat is een waterplein. Daar liggen wadi's, daar liggen rain gardens. Daar ligt alles door elkaar. Maar ook hebben ze bijvoorbeeld stenen die los liggen, waar je zo heen en weer kan wippen. En dan komt grondwater komt omhoog in warme tijden. Dus dat levert verkoeling op. En er staan informatieborden dat mensen kunnen lezen, wat is klimaatadaptatie? Ik denk dat de voorbeelden waar verschillende oplossingen liggen, hè, en waar je ook kan lezen wat je ziet en waar je kan participeren, dat mooiste voorbeelden zijn. Ik zal een link in de chat zetten, dat je ook kan zien wat er gebeurt. Er zitten ook wat video's bij daarbij. Dankjewel, Floris. Volgens mij is dat een hele mooie manier om het uit te sluiten. Dus de ideale oplossing is niet één, maar een combinatie van oplossingen. Dus beperk je zeker niet tot eentje, maar kijk of je een mooie totaaloplossing kunt bieden. En misschien dat die wel gewoon wordt geïmplementeerd in je gemeente en stad. Floris, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage in dit webinar. Volgens mij heb je ontzettend veel inspirerende voorbeelden gedeeld. En kunnen we hiermee aan de slag. Dankjewel. Dan wil ik jullie ook allemaal bedanken voor jullie aandacht en het meedoen aan deze sessie. Je kunt het achteraf terugkijken via de link die je hier nu in beeld ziet staan. Komt ook via de mail naar je toe. En zoals gezegd, hè, dit is een van 5 opdrachten. Dus we gaan ook nog met 4 andere opdrachten aan de slag met het klimaatbestendig maken van Nederland. En dan wil ik jullie verder een hele mooie dag wensen en heel veel succes wensen met het klimaatbestendig maken van jouw stad. Dankjewel.